Ik word hier wel blij van als ze deze vindt. Hij is nog helemaal in originele staat. Alles zit er nog op en aan. Al mist er wel wat op de vloer. Ja, hij heeft er wel eens beter uitgezien. Hij heeft wel wat liefde nodig. Ja. Maar is dit wordt nog wat? Dit wordt helemaal zoals het ooit was. De auto's die Mike Kastrop en zijn team restaureren zijn echt voor de liefhebber. De toch wel rijkere liefhebber. Want er zit echt duizenden uren werk in een bolide voordat hij weer als nieuw is. Geld speelt een echt ondergeschikte rol. De auto moet weer worden zoals die ooit was. En daarbij doet Kastrop geen concessies. Desnoods vliegt hij naar de andere kant van de wereld voor een bepaald onderdeel. En als het onderdeel er echt niet is, maakt zijn team het zelf. Het gaat de nieuwe eigenaren trouwens niet alleen om het hebben van een opgeknapte oldtimer. Wij verkopen de beleving van het restaureren van een auto. De klant krijgt zijn eigen Discovery Channel, waar hij of zij de restauratie van zijn auto volgt. Het is zijn hobby, zijn passie, is niet alleen maar om de auto af te hebben, maar is het verhaal hoe de auto gebouwd wordt en hoe wij daarmee bezig zijn. Toen ik een klein jongetje was, ging ik altijd van twee fietsen één fiets maken. Daar haalde ik bij het grof vuil. Vervolgens werden dat brommers, werden dat auto's. Het is echt mijn passie om met oude auto's te werken. Toen ik in groep 4 zat, kreeg ik diagnose dyslexie. Ik werd daardoor heel erg onzeker, faalangst. Ik dacht dat ik helemaal niks kon. Ben van school gewisseld. Daar trof ik een juffrouw welke zich focust op de dingen waar ik wel heel erg goed in was. In plaats van waar mijn beperkingen lagen. Waardoor ik heel veel zelfvertrouwen kreeg. Waarvoor vanzelf mijn taal weer meeging en ik beter werd in taal. En eigenlijk ben ik die twee gaan combineren. Mijn passie voor oude auto's. En mijn hart is om jongens en meisjes met talenten ook kansen te geven. Ja. Die ik ooit ook gehad heb. En dat doet Kastrop blijkbaar erg goed. Met zijn jonge werknemers, die veelal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wint hij verschillende maatschappelijke prijzen. We zijn de beste praktijkopleider van Nederland geworden. We hebben de hoogste score op het gebied van participatie in Nederland. We zijn ondernemer van het jaar geworden in Zeewolde. Meer gewonnen. Ja. We zijn ook nog op dit moment de beste autorestaurateur van de wereld. By the way. Van de wereld? ja, van de wereld ook nog. Ja. En die laatste prijs is dan wel niet maatschappelijk, maar geeft wel aan dat wat hij doet met zijn team blijkbaar bijzonder goed is. Afscheid nemen van een totaal gerestaureerde bolide is moeilijk voor Kastrop. Maar een blije eigenaar is ook fantastisch. Maar eigenlijk wat nog veel belangrijker is het gezicht van alle jongens en meisjes op het moment dat zo'n auto af is. En dan dat een klant zijn trots en waardering uitspreekt en dat gevoel van euforie welke er heerst op het moment dat de jongens en meisjes van hey, kijk, dit heb ik gebouwd. En ze zeiden dat ik niks kon en iedereen dacht dat ik niks kon, maar kijk eens wat ik heb gemaakt. Dat is echt heel vet en ik denk dat dat wel bij mij wel het meest belangrijke is.